Een hele goede avond allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dutch Camel Gamers samen met... Bliefjes, goede middag, avond of ochtend, maakt niet uit waar je zit. Nee, inderdaad. Daar vandaag, ja, vandaag gaan we rijden met de GTW op de... Vechtallijn. Hoe kan het ook anders dat we in een GTW rijden? Maar ja, het is natuurlijk de prachtlijn waar ik het al eerder over heb gehad. Waar we allemaal zeer enthousiast over zijn natuurlijk. Ja. En... wat de bedoeling hiervan is, we staan nog op het rangeerterrein. Wij moeten even naar voren rijden, vervolgens naar achter, naar het perron van Zwolle. En dan kunnen wij onze reis vervolgen. Wat denk je, Wouter? Zullen we eens even dat ding vooruit rijden? Stuk ik escape in, 3, 2, 1. Ja. Drive ja. First shift stond en toen was die alweer weg. Oké. Okay. Ja, dat gaat even heel snel. Dus laten we maar in eerste instantie de trein naar voren inrijden. Zo. Wat was dat rangeer light ook weer? Wat zeg jij? Dat is ook een rangeer light of zo. Er was één licht aan de bovenkant volgens mij. Ja, ja dat klopt. Dat is, oh ja, klopt inderdaad. Dan moet ik eentje terug doen, hè? Zo, rangeer. Dan is inderdaad één lichtje. Goed opgelet, Wouter. Goed opgelet. Hey. Stop het zwollen. Oh, zo makkelijk scenario. Ik moet gewoon die kant op. Oké. Okay. Ja, je moet gewoon rechtdoor blijven rijden totdat je niet meer verder kan. En de ATB die zetten wij je pas aan in Zwolle, want ik had het scenario even getest. En als je te vaak tussen cabines gaat switchen, dan is je ATB verknaakt. Dus dat doet het niet meer. Het is trouwens wel relatief donker. Ja, klopt. Het is 5:30 ochtends, dus... Oh, ja. Ja, en dan nog mistig en... Oh. Ja, dat mag dan ook wel, hè? Hé, hey, ik zie links een buffalo staan. Ja, dat is de nepbuffel. Beetje de nepbuffel. Oh, een beetje afremmen, we staan nog bijna op het... hij remt altijd zo snel, daar moet ik even aan wennen. Ja, ik heb soms vaak omdat hij door wil schieten. Eens even kijken, nou. Ik sta nou een beetje stil. Ja, dat is ook niet handig. Ja, nee, dat heb ik ook nog wel eens een keer, wielslip. Wist je trouwens dat je die microfoon aan de kant kunt zetten? Dat is me ook een keer opgevallen, ja. Die kun je zo aan de kant zetten, als je wil. Ja, dat is me inderdaad opgevallen. Nou, ik denk dat we van caps moeten switchen, toch? Ja, dat klopt. We moeten straks achteruit rijden. Even kijken. Dan doen we... Nee, die moet ik niet hebben, die moet ik niet hebben. Die moet ik hebben. Heel goed. Oh, we zetten hem ook meteen weer in de vooruit. Al wat fijn. Ja, even kijken. Mag je al achteruit rijden? Ja, ik mag achteruit. Oké, dan ga ik ook even achteruit rijden. Ja, ik heb hem gewoon in de reverse gezet. Dat vond ik net zo handig. Ik kijk ook wel achteruit. Zo. Ik moet wel zeggen dat het treintje een heel mooi geluid geeft als hij optrekt. Oh, moet ik even buiten hangen. Een soort van heel erg raar ICE geluidje lijkt het wel. Ja, ik wou net zeggen, het lijkt op een andere trein. Ja, op een ICE lijkt het. Ja. Oh, trouwens, als je even naar achteren gaat, doe even... Ik naar achteren ga, dan? Waarom rem ik af? Waarom is dat ding af? Oh, omdat ik cruise control had. Oké. Als je naar achteruit gaat, het zijn staat op rood. Doe even control-tab. 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 Ja, hey, approved, dankjewel. Juist. Ik dacht, ik red je even uit je. Ik deed al 60, dus ik ging een beetje te hard. Ja, je moet even oppassen. Zometeen ga je nog wel een wissel over, dus hou er even rekening mee. Ja, daar ben ik dus wel over. Oh ja, nou zeg ik het zo mooi, nu knal ik zelf ook die wissel over. Hoe mooi is dat? Ja, dat is een goed begin van het scenario. Ja, precies. Goed begin is al veel werk, zeggen ze maar altijd, ja, hè? Ja. Dus ja, nou ja, nou rijden we dus even lekker richting Zwolle. En in Zwolle moeten we belachelijk lang wachten volgens mij uit mijn hoofd. Tot aan 40 moeten we wachten zelfs. 42. Wat? Aan de 40 zelfs, ja, inderdaad, ja. Nou ja, kunnen we mooi van trein voor me heen, lijkt me. Ja, we moeten in ieder geval weer omkeren, zie ik. Zo, en eventjes dan remmen. Even kijken, 4 bakken. We hebben er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik zal hem hier bij de 6 neerzetten. Wat is 6? Ik telde geen 6, ik telde 7 volgens mij. 3, 4, 5, 6, 7. Ja, prima. Ik zet hem gewoon bij 6 neer. Ja, ik zet hem gewoon echt willekeurig neer. Ik gooi de deurtjes alvast open. Ja! We vertrekken allemaal toch tegelijkertijd, dat maakt niet uit. Als het goed is, deur open. Dan zal ik nog even beginnen met de koersborden. Ik denk dat we maar op VIP-trein moeten zetten, want er bestaat namelijk geen... waar we naartoe gaan, Hardenberg. Dat bestaat min of meer niet. Dan heb ik heel goed nieuws, dan ga ik dat ook doen.
Ik kan me nog ergens herinneren dat iemand van mijn subscribers heeft dat gezegd. Van gaan we met de VIP-trein rijden. Oh ja! Dat vind ik wel een goed plan trouwens nu dat zegt. Ctrl Shift F10. F10 toch? Ja, Ctrl F10. Ctrl F10 moet je hebben. Nou, ik hoor nu wel een... VIP-trein. Hey. Ik hoor wel een piep, maar de deur gaat niet dicht, dus dat is heel mooi. Nee, precies. En vlak voordat we gaan vertrekken, dan vraag ik nog even aan je of de klok een beetje gelijk is. Want onze klokken gaan zeer waarschijnlijk heel erg uit elkaar heen lopen. Best to best signal, het danger is expired. Oh ja, dat kan wel kloppen, ja. Dat kan wel eens een keer gebeuren. Nou, lampjes goed gezet, dat is mooi. Even kijken, heb ik nog meer dingetjes? ATB kunnen we aanzetten, bedenk ik me net. Want dat moeten we nu wel gaan doen, want anders vergeet ik het natuurlijk ook weer. Even denken, wat was het? U of zo? Of C? U. Ja, hier, hey. Hey, blink. De U-knop was dat. Wat een feest, jongens, wat een feest. Ingoedfeest. Hey, er rijdt aan koplopen weg. Lalalap. Nu. Dat is nog de Olympische koploper, die rijdt daar weg. Oh ja, hey, daar gaat hij. Even bijhouden. Ja, doe ik ook. Ik zit nou in vrije camera-modus. Kun je gewoon mooi dat ding lekker bijhouden. Wij wensen onze Olympische spelers... Oké, nou zie ik dat niet. Het is een hele oude succes trein. Succes in Athene. Athene, ja. Griekenland. Dan zal het inderdaad wel een oude trein zijn, ja. En als je de binnenkant bekijkt, dan zie je al dat het... dat hij heel oud is. Plus dat de deuren er nog in zitten. Plus dat hij nog het oude draaibordjes systeem heeft. Je bedoelt de oude verouderde koersborden, zeg maar. Ja, inderdaad. Nou, hier staan alle vechtlijnen nog opgesteld op het... Zwolle. Maar ik vind het nog steeds wel leuk uitzien. Maar je weet toch, als je die trein aankoppelt, dan heb je ook gewoon nog de oude animatie, hè, van die sluizen die je dan tussendoor krijgt. Ja, dat klopt, ja. Is me opgevallen. Ja, dat heb ik volgens mij een keer in de video gedaan. Ja, dat kan best. Ik vraag me trouwens af waar die trein heen gaat. Ja. Ik ben nog steeds aan het volgen, hè? Oh, nee, dat doe ik niet meer, nee. Hij gaat een of andere afpakking gaat hij nou heen. Dus ik weet bij god niet waar hij nou heen gaat. Ik kan wel eens even kijken op de... Wat is ook weer in de uitzoeking hier? Uitzoomen dat. Hij heet gewoon ICE2, maar hij gaat naar Portaal Weijen. Nou, dat zegt al genoeg, denk ik. Nou, dan denk ik dat hij naar Weijen gaat. Dan denk ik dat hij naar Weijen in gaat, inderdaad. Nou, ik ga eens even weer lekker terugvliegen naar E. I know. Dan moet waar staan... Oh, daar is Kam. Hey, jij had toch net die 6400 gekocht? Dat klopt. Ja, strakjes. Ik zal je wel zeggen, wanneer moet je even aan de rechterkant kijken? Want daar staat een blauwe namelijk. Blauwe 6400 staat er dan. Even kijken, straks. Ik ga even gauw checken waar we heen gaan straks. Ja, als je even gaat kijken, je ziet zeg maar aan op een gegeven moment heel veel mat 64 treinen staan. Met een DDZ ernaast. En dan moet je nog even iets verder doorgaan. Ik zie de naam van de trein er niet bij staan, is dat... Nee, het zijn Lege Consist. Zijn decoratietreinen zijn dat. Ja, maar ik zie de naam in... Ik zit in die kaart te kijken, maar dan zie ik de naam er niet bij staan. Nee, dat klopt. Dat zeg ik, dat zijn Lege Consist. Dat zijn gewoon de decoratietreinen zijn dan. Ja, oké. Dus er staan nog geen... Ik zie een koplopen staan. Gezellig. Nee, hier heb ik de hondenkop. Hier heb ik de SGM en daar heb ik de buffel. Ja? Ja, en als je... Oh, daar zit je te kijken. Dan moet jij min of meer... Oh, daar zie ik hem staan. Ja. Oh, ik zie hem. Ja. CTS. Ik vind het trouwens wel grappig, die buffel. Ook al heb je er geen enkel scenario meer. En hij lijkt er totaal niet op. Alleen de kleuren wel, maar... Ja. Ik zit nou even naar die buffel te kijken. Ik vind het best wel een... Ja, ik kan me dat nog wel herinneren. Dat in de tijd dat ik daar als klein kind in heb gezeten, dus... Waar reed die buffel toen, ja? Ja, in de tijd dat ik klein was wel, ja. Waar reed die dan eigenlijk? Bij ons reed die Apeldoorn-Zutphen. Dat doet soms wel steeds toch? Dat doet de buffel niet meer. De buffel is eruit gegooid. De laatste buffel die reed volgens mij tussen Zwolle en Kampen. En Kampen-Noord in dit geval, want nu is het ook een Kampen-Zuid, bedenk ik me net. Want ik dacht namelijk dat ik een keer een buffel had gezien in Apeldoorn. Nou, die heeft totdat Arriva het heeft overgenomen, heeft de buffel er gereden. Inclusief eigen opschrift met Apeldoorn-Zutphen helemaal opgeschilderd, zeg maar. Dus het was echt onze eigen lijn, zeg maar. Als je trouwens die DDZ graag wil zien vertrekken, die vertrekt om 39 precies. Oh, nou dat is, heeft hij nog 15 minuten, 17 seconden zo. 15 seconden? Oh, zie je, ik loop alweer een beetje voor. Mijn staat nu echt, nu precies op 39. En dan gaat die DDZ... En nu staat hij op 39 en nu rijdt hij. Oh, dan loop ik 10 seconden achter tegenovergesteld van jou. Zet hem straks wel heel even op pauze.
Ja. Toch een klein beetje weer gelijk lopen met elkaar. Mooi dat hij er net de lampjes aan zet en dan ook net wegrijdt. Ja, het is wel heel toevallig, hè. Dan gaan de lampen gaan aan en dan rijdt hij ook heel toevallig meteen weg. Ja. Ook al gaat hij daar niet in stappen. Uiteindelijk had hij nog aan moeten komen rijden natuurlijk, hè. Want het is wel doorgaande spoor waar hij op staat. Ja, dat klopt. Tenminste, nou, misschien keert hij wel om, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien, Zwolle, dat is de trein die... Ja, dat is waarschijnlijk de trein naar Nijmegen. Of naar de... gaat nog verder naar Nijmegen en gaat naar Den Bosch. Geef me trouwens even een seintje als die van jou op 55 staat, in jouw tijd. 55? Ja, 55. Seconde. Nu. Oké, ja, dan zet ik hem even van pauze af. Oh, ja, yeah, naar die to depart. Switch ATB on. Ja, ik ga eens even gas geven. Oh, ja, gas. Nou ja, hij is nog niet groen. Hij is niet groen. Ja, hij heeft mij zo ook groen. Ik vind dat wel leuk, die remgeleider. Zo, heel rustig. Even kijken. Ja, alle lichten heb ik goed aanstaan. Dus laat inderdaad dan maar gewoon... Hoppakee, vertrekken met die handel. Het is nog even 40 rijden. Oh, 40 zeg ik. Zo. Gaat hij dan. Dan gaan we in deze vroege ochtend gaan we beginnen met het rijden naar Dalfsen. Ben je daar ooit geweest? Ik ben er nog nooit geweest. Nou, ik ben daar in Dalfsen ben ik een keer geweest voor stage, maar dat was het dan ook wel geweest. Dus ik heb deze lijn wel ooit een keer gereden. Maar toen ging ik van Marienberg ging ik naar Dalfsen in. Hij komt tegenwoordig niet meer heel veel in Zutphen. Dus dat is nu wel mijn lijntje weer geworden. Oh, trouwens, je krijgt zometeen het. Je mag zometeen 60 rijden, maar doen we niet. Je kunt beter niet met 60 over die wissel heen gaan, dat is veel te snel namelijk. Kun je beter met 40 doen. Ik rijd nog even 40 door. Ik vind het wel mooi, echt zo'n ding net van die ATB dat je 60 mag rijden. Ja. Nee, en als ik dan op Zutphen aankom, op Zutphen vertrekken alle lokale lijntjes. Het zijn de 1, 2, 3. Ja. Drie lokale lijntjes, plus de Sprint en Nijmegen, plus de sneltrein die in beide kanten dan nog langskomt. Zo. Dat is op zich een heel druk station, als je het zo ziet. Maar. En alle lokale treinen die vertrekken dan, ja, plus de Sprint vertrekken allemaal om 7 over. En ja, dat is ook weer iets bijzonders. Alle treinen die tegelijk vertrekken, is leuk bedacht. Ja, dat is ook wel mooi om te zien. Maar de meeste komen ook ongeveer een beetje tegelijk aan. En dan valt het me ook op dat de trein die uit volgens mij Toetegum komt. Gas geven. Ja, dat doe ik ook, ja. 130, wat? Staat 100 op het zijpadje. Ja, dan had je de handleiding moeten lezen. De ATB, dit is de eerste generatie ATB wat hierin zit. Die ondersteunt 5 snelheden. 40, ja, dat was het, ja. 60, 80, 130 en 140. Dus zodoende. Ja. Nou, beetje rekening mee houden. De trein die dan uit Doetinchem komt, volgens mij is echt ook 's ochtends één grote volksverhuizing. Ja? Dat is echt ernstig. Ja, ik weet niet of er misschien mensen zijn die met die trein heen of zo, die kunnen mij dat natuurlijk beter vertellen. Maar ik hoor altijd die verhalen dat in Limburg met die Veolia-treinen, dat het aanstamp is. Nou, kan me er helemaal niks bij voorstellen. Ja. Hoe dat gaat, maar als ik dan zie hoeveel mensen eruit die trein naar Doetinchem komen, dan denk ik ook, dat is toch ook wel staan en tegen elkaar aan. Ja, dat klopt inderdaad, ja. En dan zit ik in mijn eigen trein en er is de plek zat en de stoelen vrij en iedereen zit lang uit voorover en niemand die moeilijk doet. Ja. Oh, ik zie een sein met 80 en een... Oh, de ATB verspringt ook meteen. Nou, laat ik maar gewoon heel langzaam remmen dan. Ben jij dat sein met 80 al voorbij gegaan? Ja, dat lijkt net voorbij, ja. Maar ja, ik heb nooit, als ik in de trein zit, dat ik geen plek heb ofzo. Eigenlijk nooit. Het is gewoon altijd... Ja, er is altijd wel plek om te zitten. Ja, ik weet dat... Ik weet dat mensen natuurlijk anders over denken, dat mensen ook echt de hele dag moeten staan in elke kant de treins oprijden, maar... Ja, moet je zeuren. dat zou ik ook weer niet zeggen, maar... Nee, maar bij de NS is het inderdaad vaak wel druk, dat kan inderdaad wel kloppen, ja. Ja. Maar als je dan inderdaad bij die andere maatschappijen kijkt, Arriva en al die anderen, dan kan het soms ook wel een keer rustig zijn. Maar als je bijvoorbeeld bij Sintus en in de omstreek van Hengelo, is het vaak weer chopvol. Ja. Ja, en Limburg dus. Met de Veolia-treinen. Ja, precies, maar inderdaad. En als ik de krant lees, stonden er ook allemaal van die... Van die stripjes over van aanduwen in de trein en zo. Ja, precies.
Even kijken. Staat ook gewoon algemeen dan bekend. Eens even kijken, waar ben ik nou? Ik zit nu vlak bij de 130-streek, dat je 130 mag rijden. Zal de ATB zometeen wel een seintje geven aan mij? Nou, ik mag nog 130 heen. Gas geven met die handel. Je mag nog 80 volgens de ATB dus. Ja, hey, 130, heel mooi. Hoppa, gas erop. Heb je trouwens de geluiden van de passagierskant al gehoord in deze trein? Ik zou hem ook niet weten. Ik zou er even aan naartoe switchen. Ja, dat kun je beter doen als je rond de 120 rijdt. Als je rond de 120 rijdt en je gaat in je passagiersdingetje zitten. Ja. Dan hoor je dat geluid. Het is een beetje raar uit te leggen. Dat is het geluid dat je de wielen over het spoor heen hoort gaan, zeg maar. Dat hoor je heel vaag, hoor je dat. Dus, ik luister. Ja. Ik hoor inderdaad het geluid, ja. Ja, maar dat in. Ja, ik zou het haast niet uit kunnen leggen hoe dat geluid precies eruit. Hoe dat geluid precies hoort. Maar als je de rails overheen rijdt, dan hoor je bijvoorbeeld een bepaalde toon hoor je de hele tijd doorgaan, zeg maar. Dat hoor je ook als je hier in Enschede. Maar goed, ik vind nog steeds dat ook al kijk je in de passagiersuitzicht, dat ziet er wel netjes uit. Ik vind het ook echt prachtig, ja. Zo, die stoelen die zijn zo goed nagemaakt, dat vind ik echt mooi. Stoelen in detail. In die leuningen zo. Ik vind nog steeds dat die hefboom wel heel erg laat naar beneden ingaan. Oh, ik zal eens naar voren kijken in plaats van in de... Oh, bij mij zijn ze wel beneden in de volgende. Ja, maar ik bedoel zeg maar als je aankomt rijden, dan zie je ze vaak nog net een stukje naar beneden ingaan. Ja, oké. Wil het echt zo zijn, dan is de hefboom naar beneden en even kijken, 1, 2, 3. Oh ja, ik zie naar beneden gaan, ja. 3 seconden later komt er een trein aan, yo. 1, 2, 3, 4. Ja. 5. En ik bedoel, als je dan, even kijken in het echt normaal gesproken, als je een station hebt dat is aangesloten op zo'n overweg. Ja. Dan staat dat sein vaak op rood en als de overwegbom naar beneden zijn, wordt die groen. Ja, dat hebben we ook, ja. Ja, ik heb alleen begrepen dat het heel erg moeilijk is te doen in Train Simulator. Dat geloof ik zeker. Ik heb er een keer naar gevraagd en het schijnt dat het min of meer heel erg onmogelijk was. Ja, dat is wel iets van, ja. Hey, koeien. Hallo. Kijk, dat kan me ook nog herinneren, was een verhaal van... toevallig ergens gelezen, ik weet niet meer precies. Ze hadden in Hilversum, gingen ze nu tijdsklokken neerhangen. Oh ja? En dat stond dan de laatste 15 seconden voor dat de deuren dicht zouden gaan. Ja. Dat mensen dan nog erin konden rijden. Op die manier kon je vertraging oplossen. Want de conducteur wacht niet totdat de laatste mensen naar binnen gerend zijn. Ja. Ik zie trouwens Dolfs aankomen, ik zal zo even het gas loslaten. Oh, we krijgen zometeen ook geel sein, dus ik zal alvast remmen, want je ATB gaat namelijk 40 aangeven. Oh. Inderdaad, ja. 40, ja. Oké. Dus en je lost op een of andere manier toch de vertraging op. Plus dat na Hilversum zat ook een overweg. Ja. En die overweg gaat dus dicht. En op het moment dat die dicht is, gaat dus die tijdsklok naar nul en draai je dus weg. Oké. Okay. Is op zich niet helemaal een gek idee eigenlijk. Nee, op zich niet, nee. Op zich is er wel over nagedacht. Ja, aan de andere kant, je kunt er ook verder over nadenken. Dan krijg je van die Chinese praktijken. Van iedereen die naar binnen wil zijn en zo. En de deur gaat voor je neus dicht. Oh ja, dat precies. Dat is ook in de metro eigenlijk zo. Maar... Tring, yo. Ik hoor hem op de achtergrond. Je hoort op de achtergrond? Is dat belletje zo hard, ja? Ah, niet heel hard, maar... Oké. Okay. Dat valt mee. Hey, wacht even. Ik zie daar links wat zitten. Is het nou een steen of zo? Ik weet niet waar jij keek op dat moment. Nou, op dit moment links en ik rij net nog voor het station uit. Dan moet ik straks eventjes nog even kijken, denk ik. Lijkt wel een hunderbed of zo. Zijn staan nog op rood voor mij, dus nou ja, maakt op zich niet veel uit. Ik ben nou pas het station binnen. Oh, ik heb net het ding al geparkeerd. Ik doe de deur zo wel open. Huppakee. Nou, deuren open. Zijn we nog een beetje op tijd dan? Oh, we zijn op tijd. Gaan we nog niet vertellen dat mijn deur niet open gaan, hè? Waarom gaan mijn deuren niet open? Boe! Stomme deuren. Ik overschiet het, pardon.
Net niet. Oh. Net niet, oké, heel goed. Heel goed, heel goed. Ik krijg mijn deuren niet open. Ja, de voorste gaat alleen bij mij net niet over, want ik ben een paar centimeter voorbij het randje van het plom gegaan. Mijn deur gaat überhaupt niet open. Oh, dat is me niet goed, zo handig. Boe! Alleen de voorste gaat niet open. Ah, dus bij mij gaan ze... Hey, Willem Tijnen. Hey, hallo. Bij mij gaan ze überhaupt niet... Oh, nou ja. Ah! Fijn! Ik zit met de deurbug. Nou, dat vind ik een beetje raar. Dus, nou ja, voor mij wordt het dus geen deuren openen hier, denk ik. Dat was wel raar, want vanmiddag gingen ze nog wel open. Zijn mis iets naar achter en probeer dat nog eens. Nee, ik was al helemaal vooraan, maar nou ja, maakt niet uit. Even kijken, ik zal tegelijkertijd met jou vertrekken. Zeg maar even wanneer je deuren dicht gaan, dan... Nu. Oh. Nou, dan geef ik wel weer gas. Ik zou zeggen, screw you dan, stom station. Doei. Oh. Zo. Shit, ik heb de... Hè? Oh. Dat rem. Hallo, rem. Op min 100 zetten. Ja, hey, oh, plankas. Ja, heel goed, heel goed. Ik hoor iets fiepen. Oh, dat is die andere zijn. Ja, nee, dat is op zich niet erg. Wat stom, hè. Juist toen ik die patch geïnstalleerd heb van die deuren, zeg maar... Ja. Gaat het in één keer niet meer doen. Ik bedoel, hoe dan? Ja. Misschien moet ik straks die G2 weer opnieuw installeren ofzo. Misschien dat wel helpt. Ja. Want ik had daar nergens problemen mee, dus ja. Even kijken, hoe hard gingen we hier? 140 al zo meteen. Oh. Ja, eerst een stukje dus nog 130 en daarna mogen we naar 140 heen. Is Ommen het volgende station waar we gaan stoppen. Ommen. In een 9,5 kilometer. Oh, dan zit je heel ietsje achter mij. Nou ja, wat ik tenminste blijf zeggen, gelukkig is dit niet in real life. Ik bedoel, als je treinen zo vlak achter elkaar brengt, dan kan het natuurlijk nooit goed gaan. Nee. Dan moeten we er wel even bij zeggen, ja. Want ik heb al vaker gehoord van mensen. Rijden we nou precies achter elkaar? Zien we elkaar dan net niet of zo? Nou, als het goed is, moet dat net niet het geval zijn. Nee. Het is wel een scherp bochtje als ik dit zo zie. Ja, hier, als je in het rood kijkt, een bolletje zit ook helemaal in het rood. En wat? Ja, dat als je hem op F4 hebt staan, dat bolletje. Oh! Ik wou zeggen, ik snap het precies niet. Je hebt F4. Ja, ik doe af en toe een beetje om en om. Oh, dat je kunt zien hoe, Hoe de passagiers tegen de ramen worden gedrukt, zeg maar. Ja. Ja, dus ja. We zitten min of meer helemaal tegen het raam aangedrukt, vermoedelijk. Ja. En zo kan ik me ook herinneren dat als je... Vanaf Zutphen net de brug overgaat en dan rechtsaf het spoor naar Apeldoorn, dan rijdt hij volgens mij wel met een tempotje van wat zal het zijn, 60 als het niet 80 is. Ja. Gooit hij hem over die wissel heen en je voelt je over naar links slingeren, want die wissel is niet de meest relaxed toch uitgebalanceerd en noem je het. Oh ja. Dat getrokken wissel. Dat is echt boom boom en je slinger naar rechts. Nou, dat is fijn. Ja. Dat zit je niet op te wachten, denk ik, hè? Nee, en als je dan nog een beetje tempo erin wil zetten, dan dat is niet altijd even. Ik kan wel zeggen dat de mensen met onze dienstregeling een prima tempo opzetten. Ja, behoorlijk ja. Hé, waarom staat er godsnaam een ballon in het weiland? Wat is dat er voor nodig? Ballon? Waar? Op een gegeven moment aan de rechterkant, dan ben je een ballon rechts. In het weiland. Rechts. Hé, hey, een ballon! Hey. Ja! Ik vond het wel heel raar. Beetje een rare plek voor een ballon. Ja, misschien is die de... Ja. Nee, dat is ook een beetje vreemd om naast de boom op te stijgen inderdaad. Ja, daarom. Nou, wel vreemd van die deuren bij mij, dat ze niet open gaan. Het eerste wat ik heb aangepast, ik heb die patch gedownload en ik heb de Scenery Objects 3.0 heb ik gedownload. Scenery Objects, is dat van... Chris, ja. Oh, ja. Hij heeft vandaag een nieuwe, zo'n nieuwe uitgebracht met wat nieuwe objecten erin. Ja. Wat ik van verstaan heb. Oh, oké. Okay. Die heb ik er dan nog niet in zitten waarschijnlijk, maar dat gaan we dan wel even regelen. Ja, die kun je gewoon downloaden van zijn website en heb je het speel erbij in zitten. Het is gewoon zo'n extra bestandje, dus je hoeft niks te slepen gelukkig. Ja. Dat is wel lekker handig. Ja, hij heeft inderdaad heel makkelijk met al die extra bestandjes, ja. Klik, hij heeft hem geïnstalleerd. Ja, klik, volgende, klik, weg. Zo, even kijken, Ommen komt een klein beetje in de buurt. Even kijken, zijn is verder nog wel goed. Oh, ik zie hem ook, ja. Als zij is wel groen, dus nou ja. Gewoon door blijven rijden, denk ik dan.
Ja. We horen vanzelf die ATB wel een keer zeiken als het niet goed is. Hij is nog groen, ja. Ja, ik heb wel denk ik zo net voor het zijn even het gas eraf voor je, want dan kan ik wat beter afremmen. Ja, dat is net wel handig, dat klopt. Want het inderdaad. Is zo kort, kort strook. Want ik rem nu ook al gewoon geleidelijk een klein beetje aan voor de zekerheid, want ik zie het S-bordje. Oh, nou springt mijn ATB ook in één keer op 80, dus dat betekent sowieso dat ik moet afremmen. Mhm. Zo, dan mag ik iets hard afremmen. Oh, S. Hey, ja. Ja, en vlak daarna gaat je ATB ook zeker over 80. Ja, ik heb hem op 80, ja. Nou, over 80 gesproken, ik mag gewoon een beetje afremmen. Ik zit nog steeds op 100. Ja, dan moet je gewoon je dynamic remmen en je pneumatic remmen gewoon tegelijkertijd gebruiken en dan komt dat wel goed. Oh, nu remt hij af. Ja hoor, ja, daar gaan we. Maar als je die remmen die aan de linkerkant zitten, als je die eraf wil halen, hou even rekening mee dat je hem echt op min 100 moet zetten voordat ze eraf gaan. Ja, dat merk ik, want daar gaan we weer. Ik ja, kreeg 30 in plaats van 40. Hé, hey, ik zie 2200 rijden. Ja, jij niet, maar ik wel. 2200. Ja, die rijdt eigenlijk aan de linkerkant van het perron dat je momenteel tegemoet rijdt. Maar jij hebt voor mij die 2200 niet, dacht ik. De kans is groot. Ik rijd nu met een tempo van 40. Ja, ik rijd nu het perron op en ik hoop dat die stomme deuren open gaan. Denk het niet. Ik heb zo heel veel vermoeden dat ze gewoon niet open gaan. Dat zou jammer zijn. Ja, ze gaan niet open. Ah! Scheiddeuren. Hoe dan? Oh, nou ja. Hoe laat moeten we hier normaal gesproken vertrekken? 58. Nou, dan staan we hier wel even stil, denk ik. Ga ik wel even spelen met het, een beetje naar voren rijden en kijken of ze ooit open gaan hier. Stomme trein. En de deurtjes. Open! Ja, bij jou wel, ja. En bij mij, ik heb de fixed ook ingezet. Maar... Ja, ik weet niet wat... Het valt me nou trouwens ook pas op dat wij... dat wij de eerste een 3 bakken hebben en de andere een 2 bakken. Werkelijk? Ja. Echt waar, stomme deuren die gewoon niet open willen gaan, hè? Hoe dan? Nou ja, dat zal voor mij dus echt helemaal niks worden, maar goed, het zij dan zo. Moet ik straks die GTW maar eventjes opnieuw downloaden, denk ik. Ik bedoel, in Zwolle ging is wel open. Ja. Bij mij ging alleen hier tussen. Ja, gaat op een of andere manier open. Nee, eens een klein detail, hè. Als je van het perron afloopt, hè, zie je het bordje vechtallijn staan. En dan zie je aan de rechterkant zo'n OV-chiphaalkaart staan. Vrije camera, even kijken hoor. Oh, heb ik de rem op volle kracht staan, dat is niet de bedoeling. Even kijken. Je moet zo. En dan even kijken of je perron afloopt. Hé, hey, ja, waar gaat... Zie je aan de rechterkant zie je dan zo'n OVK-paal staan. Oh ja, klopt. Ja, dat die ook blauw is. Met oh, ja. Ook de opgeschreven vechtallijn Arriva. Ja, klopt. Plus het plaatje ook van hou uw kaart hier en wat staat de tekst ook echt op. Ja. Welkom, presenteer uw kaart. Ja, met Arriva eronder. Ja. Alleen... Verdomme, mijn deur gaat dicht. Oh, je rijdt weg? Ik hoor net dat de deur dicht gaat, dus ik spring even gauw weer mijn trein in. Hop. En dan rijd ik nu weg, hè. Oh, oké. Okay. Nou, dan rijd ik ook weer vandoor. Zonder dat ik de mensen dan maar erin laat. Nou ja, mensen die weten heel goed dat er een bug in zit, maar ik vind het gewoon raar dat als ik juist de fix heb uitgevoerd, dat ik dan een bug krijg. Ja. Ik bedoel, ik had geen probleem voordat ik de fix uitvoer, dus ik ga straks gewoon die trein wel opnieuw installeren, denk ik. Dat zal wel werken. Ja. En zo mogen we straks meteen weer 140 rijden. Of ja. Hoppakee. Gas geven met die handel. Even kijken, Marienberg en dan Hardenberg en dan go via this scenario ends here. Oh ja, tuurlijk. Dat is inderdaad vrij logisch. Dan moet je weer parkeren. Op het... Kijken, hè. Vermoedelijk wel, ja. Ja, je moet hem iets verder van het perron moet je parkeren. Ja, nou ja. Dat is tenminste een van de dingen die ik wel goed ga doen, denk ik.
Ik bedoel, ik heb vinkje, ja, kruisje, ja, ja, ja. kruisje, vinkje krijg ik, denk ik. Dus, ja, dat kans is wel aanwezig, ja. Ja, als die stomme deuren niet open gaan. Ik bedoel, vaak worden patches uitgerold om juist dingen op te lossen, niet om dingen te veroorzaken. Ja, dat is zo. Nou ja, maakt niet uit. Installeer het ding zometeen opnieuw, zodat we weer gefixt zijn, denk ik. Alleen wel jammer voor dit scenario. Hey, een klein dingetje. Als je aan de linkerkant het witte scherm bekijkt, dan zie je een plaatje van je eigen trein. Ja, dat klopt. Ja, wat staat er nou allemaal op aangegeven dan? Want we hebben... Niks, dus denk ik. Ja, de deuren zitten erin en er staan er drie vierkantjes middenin getekend. Maar... Ja, ik denk dat het eigenlijk een soort van tweebaks treinproject heeft ofzo, maar... Ja, dat in ieder geval is een ding wat zeker is, maar... Daar kan je dus ook wel vanaf zien, maar er zitten deuren, ja, en bij die deuren zitten drie vierkantjes ingetekend. Ja, dat... Niet de pantograaf toevallig ofzo, of geen idee wat het is. Geen idee. Ik weet alleen dat het hoofdbeeld aan de rechterkant, dat wel iets doet. Ja, daar gaat de motor trekkracht. Ja, die doet het in ieder geval wel. Ja. Maar wat ik van begrepen heb, is dat er ook een Vechtdallijn Beta 2 zit aan te komen. Oh. En dan ga je richting Koevoorde volgens mij. En daar waar de lijn nu ophoudt, zeg maar. Dat kan inderdaad heel goed zijn, ja. Dat de lijn er ophoudt. Kijk, want als ik... Ja. Aan het einde van Hardenberg staat Portaal Koevoorde. Iemand zit mij te belichten, daar houdt niet van. Belichten? Belichten, ik hoor pling pling. Oh. Maar ja, dat is, hier, is het trouwens echt zo dat ze hier nog maar één lijn hebben liggen, ja? Dat het gewoon enkel spoor is? Dan kan je het beter vertellen. De lijn tussen Zutphen en Deventer... Ja. ...is ook enkelbaans. Zo? Op een heel stuk, als het goed is. Tussen Zutphen en Deventer, ja? Ja. Dat is heel vreemd, want alle portalen voor de stroom, zeg maar... Ja. ...zijn allemaal dubbel uitgevoerd. Of op een heel stuk in ieder geval dan. Ja. Plus, er is ruimte voor twee baans, maar het is er nooit aangelegd. Oh, dat is lekker handig. Ja, dat is heel vreemd. Nou, ik snap daar de logica ook niet van, denk ik, maar goed. Nee, dat is, ik heb hem... Ja, die route lijkt natuurlijk zelf ook nooit, maar ik heb eens een keer een paar van die filmpjes gekeken. Kijk bij de machinist mee of zo. Ja. Ja, toen viel me dat ook op, dat enkel baans is. Dat is echt heel vreemd. En dat traject van Deventer... Deventer, wat is het ook weer? Ga je van Apeldoorn... Nee. Wat was dat nou ook alweer? Vanuit Deventer ging je nog eens door richting Os en zo. Zwolle, Deventer, Zwolle. Ja. Ja, dat is 4Z2, ja. Ja, dat is... Oh, dat is ook 4Z2, klopt, ja. Maar dat zal ook enkelbaan zijn dan. En dat kleine stuk... Er is een klein stukje tussen Zutphen en Deventer wat enkelbaans is. Terwijl dat eigenlijk wel van een intercity route is ook. Ja, ik vind dat apart. Misschien dat er gewoon niet veel trein op die route rijden, dat ze maar gewoon één... Dat valt ik. Ja, nee, er rijdt geen splinter inderdaad. Nee, er rijdt alleen een sneltrein rijden. Volgens mij is het met goed dat zijn op dat stukje ook redelijk druk. Nou, ik denk dat het daar gewoon ergens mee te maken heeft. Ja. En voor de rest, ja... dat er geen geld is. Ja, of ook in dat heel veel lijnen waar Arriva op rijdt, bijvoorbeeld in Friesland of zo. Daar hebben we ook heel veel enkelspoor. Ja, dat klopt. Maar dat zijn gewoon... Nee, ik zie Marienberg. Ja, ik zie Marienberg inderdaad ook. Zal de ATB zo gaan zeiken van, je moet 100 rijden. Ja. Dat is vaak 1 kilometer van tevoren voordat de snelheidsbeperking ingaat of zo. Ja, het gaat 130 heeft hij aan. Oké, okay, vind ik goed hoor. Gaan we 130 op seizoen. Ja, prima. Ja, ik weet hè, die snelheid wordt niet ondersteund en alles. Dus ik vind het wel, het is begrijpelijk. Oh, ping ping ping, wat? Ja, ik zat er nog voor je, rustig maar. Ja, het is die ATB, die is een klein beetje ongeduldig af en toe. Nou, ik rij wel netjes 100 in ieder geval. Nou even met een rustiger... Ik rijd nog geen 100, bedenk ik me net. Oeps. Nou, ik rijd nou momenteel 73. Ja, van de speeding gaat weg en de wheelslip komt er weer voor terug. Ja, wheelslip krijg je heel snel. Dat krijg je als je met 65% afremt of zo. Ja. Dan krijg je meteen wheelslip. Het is wel grappig, want dat spoor dat je straks aan de rechterkant ziet, dat is vanuit Almelo. Ja. Oh, ja, oké.
Dus even kijken, spoor 2 gaan we zitten, oké. Ja. Dan nog een redelijke station dan. Ja, redelijk 3x3. Ja, 3. Ja, 3 spoor. Of, en als je een spoor helemaal aan de rechterkant komt, normaal gesproken, die Arriva-trein vanuit Almelo. Ja, en die stopt dan hier en dan kan je overstappen op de Vechtdallijn. Ja. Maar ik vind wel, ja, dit is dan de Vechtdallijn, maar ik heb hier ook wel heel vaak een maat 64 zien rijden. Oh. Tenminste, toen ik nog stage liep, reed ik met een maat 64 hier. Maar ja, kijken of de... Hé, mijn deur gaat open! Hallo, hallo. Ik heb bijna 100%, wacht even. Maar ik blijf doordraaien. Hey, Wout, mijn deur gaat open. Nou, dat is wel heel mooi. Ja, maar ik snap trouwens niet waarom ze nu wel open gaan. Ik heb net toch wat frames? Dus ik rem af met de combined total. Op bijna 80%, 90%. Ja. Maar ik blijf op 5 km per uur doorkaden. Nou. Oh ja, klopt inderdaad. Dat doe ik wel. Dan moet je echt gewoon je... Nou ja, soms een beetje vaag is dat. Eens even kijken. Mijn klokje staat op 6.05 en dan van 16. Ik weet niet hoeveel seconden je achterloopt. 6.05, 5, 6, 7, 8. Okay. Loop je een kleine 30 seconden achter of zoiets dergelijks. Nou ja, zijn we alsnog wel een VIP-trein. Dus dat is wel mooi. Zeker, zeker. Dat vind ik heel mooi. Vechtdallijnen. Staat ook wel heel mooi... De zijkant. Ja. Ik zit nog gewoon goed te kijken naar die trein. Maar heel veel mensen zeggen van dat er geen koeienvanger op zit. Koeienvanger, even kijken. Ja, dat zit normaal gesproken voor trein zit dat. Ja, ja. Ja, ik kan hem slecht zien door het licht, maar... Ja, die zitten niet. Alhoewel. Jawel, zitten wel. Mensen hebben het gewoon fout. Ja, er zit wel een soort schot nog voor de wielen. Ja, zitten wel. Mensen zitten gewoon een beetje stom te praten of zo. Maar er zitten wel. Hey! Ik heb goed nieuws voor je. Arriva! Hey, wat een feest. Ik zie hem gewoon daar stoppen inderdaad. De spurt. Jazeker, hou ik van. Oh, wat. Ik kijk, een diesel, oh wat een feest. Ja, het is een diesel, maar dat klopt wel. Hij heeft alleen geen dienst, maar dat maakt niet uit. Wat? Hij heeft alleen geen dienst. Ja, maar dat heb je altijd met die dingen, hè? En hij rijdt voor het perron voorbij, waardoor de voorste deuren weer niet open gaan. Oh ja, tuurlijk, dat heb je dan. Of, er hoeven daar geen mensen uit te stappen. Ja, dat kan natuurlijk ook, ja, dat klopt. Dat zal inderdaad heel veel te verklaren zijn. Godse schuil staat erop. Dat is de naam van de trein. Deurenpiepen hier, hoor. Dus... Nou, jij mag dan voorlopig hier blijven staan. Mijn deur ik ben in de Willem-Jan Baron van Dedum. Mijn deuren gaan dicht. Mijn ook. Dan moeten ze snel overrennen, hè? Ik hoop niet dat ze in en uit hoeven te checken zoals bij Nes. Nee, precies. Nou, ik zet hem maar meteen op 100. Gas geven met die handel. Moet ik mijn favoriete trein verlaten. Oude feest, jongens. Na feest is geen feest. Ja, het is een beetje zonde, hè? Ja. Moet ook nog wel een keer met de diesel rijden dan eigenlijk. Ja, dan kun je met die rode rijden. Die heeft ook zo'n aangepaste ATB. Ja, klopt ja. Die heeft met zo'n lijntje ernaast, dat je kunt zien... Ja, is dat de nieuwe versie dan? Dat is de huidige generatie van de ATB. Die ondersteunt ook alle snelheden, zeg maar. Ja, inderdaad, ja, oké. Zo, iets rustiger doen. We mogen nog langer in 130. Nu zo wel. Ting. Oh nee, toen ging ting. Hij ondersteunt maar een paar snelheden. Haha. Jammer, joh. Jammer, joh. Even kijken. Nou, ik vind... Desondanks ziet er wel netjes uit, die hele cabine. Maar ik heb gehoord dat Chris ook in een andere trein ATB gaat bouwen, hè? Oh, dan ben je een update voor, zeg maar. Ja. Ik weet niet met welke trein hij gaat beginnen en zo. Maar ik heb hem op het forum zien schrijven dat hij wel de ATB wil integreren in de andere treinen. Oh, oké. Okay. Nou, dat zou op zich wel een verbetering... Nou, verbetering. Dat zou op zich wel heel mooi zijn, inderdaad. Alleen ik vind die toeter van die spurt, dat klinkt een beetje alsof je neus aan het snuiten bent. Ja, dus... dan moet je wel spatie en gebruiken. Ja, oké. Okay. Piep. 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 Ja. Nou ja, en waarschijnlijk gaat Chris hier naar de Thalys bouwen, waar ik dus niet blij mee ben. Ja, eigenlijk niet. Nee. Eigenlijk moeten mensen nog steeds, mensen die kijken, allemaal nog even stemmen. Want ja. Ik ben het ook wel mee eens, we moeten gewoon de buffel hebben. Ja, waar wil je de Thalys laten rijden dan? Hart van Nederland?
Ja, van niet. Op de route van Utrecht Arnhem, waar de IC rijdt. Ja, nee, ja. Verdwaalde Thalys. Ja. Ja, we hebben helemaal geroet voor Thalys. We hebben ook geen hoge snelheidslijn of zo. Nee. Ik mis wel een stukje rondom Rotterdam en zo. En er zijn wel net ook 1001 mensen dat in Rotterdam in het westen. Ja, echt gewoon de meeste requests die je krijgt van mensen. Van, oh, reizen naar Den Haag, reizen naar Rotterdam, reizen naar Amsterdam, reizen naar Schiphol. Allemaal van die dingen die ik niet heb. Nou, die ook niet bestaan. Ja, precies. Dat is gewoon heel erg vervelend, want het zijn wel een van de populaire steden. Ik weet wel dat iemand bezig is met Eindhoven of zoiets dergelijks, maar... Ja, dat is nog steeds in de verkeerde kant voor de meeste mensen, maar... Ja, maar ja, Thalys, ja, waar worden dat... Bijvoorbeeld, als je die buffel zou nemen, die zou je overal neer kunnen pleuren, die buffel. Ja. Als Midden-Nederland er straks ook nog uitkomt op de route van Zutphen, Apeldoorn-Zutphen, en dan van Zutphen weer, dat is ook Midden-Nederland weer naar Arnhem. Dan komt het ook gewoon weer erbij, min of meer. Dus ja, die buffel zou je wel overal in kunnen pleuren, die reed ook in de buurt van Zwolle en dergelijke. Ja, ik zie Hardenberg. Is dat onze ijsperron, te Hardenberg? Ja toch? Nee, is niet ons ijsperron, moeten we dan parkeren, hè, van dat ding. Ja, dat is waar trouwens. We zijn wel bijna ten einde. Ik krijg zo meteen wel weer zo'n waarschuwing van dat je 80 mag rijden en zo. Hey, wat is dat voor ding? Een gebouw met vlammen eruit, wat is dat dan voor iets? Vlammen? Wat? Waar? Dat is aan de rechterkant op een gegeven moment. Oh, dat zijn pijpen, daar komt vuur uit. Wel vet. Ja. Iets wat beweegt. Ja, iets dat beweegt. Nou, dat zie je ook niet vaak. Mijn ATB gaat zeker dat ik moet afremmen naar 80. Wacht even, 80. Oh, 80. Ik rijd weer veel te hard. Ik had er wel de gas losgelaten, maar ja, daar ben je niet zo hard af. Hè? Nee, dat klopt inderdaad. Ja, plink 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 plink. Oh. Hartstikke mooi, plink plink. Wat moet ik nou weer rijden dan? 80? Nee, beter van 80. Je moet 80 rijden. Waarschijnlijk dat we zo meteen gewoon van het perron moeten vertrekken, dat je dan nog gewoon een keer bam, scenario en zie je krijgt. Weer het verkeerde, die moet ik hebben. Kom ik hier met mijn 50 aanrijden. Wat? Hé, waarom heb ik nog klak? Oh, zo zet je dat ding dus naar voren en naar achter. Je moet, Wat? Nee, nou weet ik dus hoe je... Misschien. Nee, nou weet ik hoe je met de regelaar, richtingsschakelaar naar voren en achter kunt zetten. Je moet voor de joystick moet je de toeter ingedrukt houden en dan naar boven en naar beneden verplaatsen. Maar ja, een beetje lastig als je gaat toeteren ook als je naar voren of achter moet zetten. Ja, toeter, ik ga naar voren, toeter, ik ga naar achter. Stomme controllers. Nou, eens even kijken of ik hier de deur open kan krijgen op station Hardenberg. Ja, dat is wel het laatste bestand, dus eigenlijk wel. Stomme remmen, schiet op met remmen. Ja, ze gaan open, bij mij wel, ja. Ja, bij mij dus niet. Dan ben je... Ja, echt waar, ze gaan gewoon echt niet open. Oh, dat is eigenlijk wel jammer. Ik ga een stukje naar voren rijden, kijk of ze dan open gaan. Ja, dat deed het net ook niet, dus ik geef het weinig kans dan. Ja, ik geef het ook zeer weinig kans, inderdaad. Gewoon dat ding zo meteen even een keertje opnieuw installeren en... Ja, ze gaan echt niet open. Ze zijn die dingen bedenken van bekijk het maar. Doe het lekker toch niet. Oh, ik kom eruit, wat? Hé, er komt de andere kant op. Ja, klopt inderdaad. Meteen weer instappen om terug te rijden. Even kijken, zeg maar even als je deuren dicht gaan, dan knallen we nog even door naar het laatste stukje. Ja, zeker. Oh, ik zou even gauw naar binnen gaan, dat hem er weer afgooien. Hop. Zo. Of ga je alweer, of zijn je deuren nog niet dicht? Nee. Continue till next marker. Speed limit after this marker is 40 km per hour. Oké. Ik weet niet welke marker die het over heeft, maar gewoon 40 en... Oh, je gaat al rijden dus? Ik rijd net weg, ja. Oh, dan ga ik ook even... Hoe hard rij je eigenlijk? Nog niet heel hard. Maar jij kreeg zo'n... Iets over 40 rijden. Ik weet alleen niet welke marker die het over had, maar... Ik ook niet. Ik rijd wel gewoon 80 die kant op, want dat is... Nou krijg ik die melding ook. Maar min of meer omdat ik gewoon die snelheid niet gehaald heb, maar goed. Zo, flink. Hij is al 130 bij mij. Ja, dat klopt. Ik weet niet over welke market hij het had dan alleen. Ik ook niet. Ik zie wel op de kaart staan scenario ends here. Ja, dat klopt. Dan moet je hem gewoon stilzetten. Ja, dat vermoeden heb ik wel, ja.
kan natuurlijk wel plankgas rijden tot aan het doodlopende. Dat vind ik jammer van die spurten, want u laat ons sporen. Nou ja, dat kunnen we doen als je nu hard gas geeft. Nee, vind ik jammer van de trein. Oh, nou ja, dat is ook wel zo, ja. Ah, dat is wel ook eind geweest, dat moet ik wel zeggen. Ik vind wel dat alles gewoon netjes, ook al is het, ja, hier is alles gewoon netjes doorgebouwd. Ja, dat is trouwens ook wel zo, nou het zegt. Ja, maar als je zegt dat er toch wel een nieuwe versie van uitkomt. Oh, nou geeft hij bij mij 40 aan. Oh, ja, inderdaad. Hij is wel goed doen, maar hij is wel 40. Ja, nou ja. Zo. Oh, nog even een afremmen. Scenario N zeer zie ik nog staan. Oh, maar het is go via, dus echt hoef je niet eens te stoppen hier. Ik bedoel, als je dit stukje voorbij gaat met 40, dan zal hij automatisch moeten stoppen. Ja, precies. Nee, je hebt gelijk, ja. Je moet helemaal niet stoppen, ja. Dat is een via. Ja, dus hij volgt bij mij gewoon op de noodrem. The train continues to Emmen, but the route ends here. Check out user Rudolf Jan for more scenarios. Oh ja, natuurlijk credits voor Rudolf Jan die dit scenario heeft gemaakt. Min of meer, dat kan wel kloppen. Yay! Dus, nou, dat was een scenario, Wout. Jammer dat mijn deuren niet open gingen. Maar ja, daar doe je niks aan, denk ik. Stomme deuren. Ja. Ik ga het ding straks even opnieuw installeren, denk ik. Kijken of het dan wel hopelijk gaat werken. Puh. Maar ja, dan... ik zou wel tegen de kijker zeggen. En heel erg bedankt voor het kijken naar onze episode natuurlijk, hè? Zeker, zeker. We hebben weer met plezier voor jullie gedaan natuurlijk. Maar ook wel voor onszelf als de tweede. Ja, natuurlijk zeker. En ja, zoals altijd, hè. Als je meer van onze video's wil zien, je kunt dat subscribe-knopje kun je aandrukken. En dan kun je al onze video's doorbladeren, zoals altijd. Dat is allemaal leuke dingen als je dat doet, inderdaad. Precies. En als je er toch doorbladert, volg gewoon elke Train Simulator van Wouter en mij. Altijd fijn is dat. En of geef zo'n groen duimpje op, of is hij blauw? Hij is blauw. Oké, nou dan geef dan een blauw duimpje omhoog. Ik zeg altijd groen duimpje, maar is het oud? Ja, dat is oud, ja. Oké. Nou, ik zou zeggen mensen, allemaal bedankt voor het kijken. Leuks. Inderdaad. En ik zou zeggen, tot de volgende Let's Play Together. Doei. Dadag.